journalist. En in die 2 jaar hebben we een aantal aanbestedingsvormen toegepast, waarbij er een fase was waarbij de verschillende bedrijven ook voor de brug konden aanbieden, de bouw van de brug. Daar waren de verschillende tarieven duidelijk. En inderdaad, de laatste fase was een PPP en we hebben ook gevraagd om alleen de brug aan te bieden. Ik weet niet of je die discussie herinnert, waarbij in de media, nou niet in de media, op de gang een bedrag van 500 miljoen werd opgenoemd alsof die brug dat zou kosten. Dat is het onafhankelijk onderzoek dat we ook hebben laten uitvoeren door een consultant. Om te weten wat die PPP zou uitwijzen. We hadden toen al indicaties welke richting het opging. Uiteindelijk hebben de aanbieders een PPP, zeker één, aangeboden, welke zeker 5 maal de brug kost. Dus we hebben nu op tafel de bouwprijs. Er is voorlopig geen reden om het weer openbaar te doen, omdat het de laagste is. Die toen ook al was aangeboden. Dus we gaan ons advies naar de regering is van beide landen om met de laagste aanbod te beginnen en goedkope financiering te zoeken. Omdat die PPP vele malen duurder uitgekomen is. Zeker 3 tot 4 keer duurder. Alsjeblieft.